al behoorlijk wat kills. Het is Magiwala die hier close bij Rams wil. Maar het is Masti die in zijn eentje lekker doorbost op mid. Pakt dan kort control. En het is dan een fit die hier bij Connector wordt gepakt. Het is Magiwala die nog bij Rams zit. Het is Pam ook nog met een kill. Het gaat in één keer heel goed voor de heren van Luminous Games. Die window push moet afhouden, gooit dan, dodge dan een flash, pakt dan de eerste kill. Maar Klaas moet het hier dan doen, pakt de kill op Ketchup. En heeft nog twee man te vinden, de eerste is binnen. Deze kill machine nog over in een 1 tegen 2. Met meer dan een minuut op de klok, het is een snelle ronde. Het is ook weer een snelle extra kill, het is alleen Monu over. Maar de bom is niet opgepakt. Dat geeft dan uiteindelijk Monu de kans om erin te gaan, het af te maken. 16-14, de Fuse Kids win. Ook de opening pick vinden al bijna de line-up. Stevo's die houdt hem af. Gaat hij hier nog een kill vinden? Ja, het is Stevo's die dan zijn teammate dekt. En het is Dries die het dan terug moet brengen. Knip dan hier met de kill op Stevo's. Dries die erin gezien opzij zit. Nico die moet nog vanaf CT komen. Maar Spinnum is degene die het eraf houdt. Dries die dan voor de kill moet gaan. Maar het is Knip die eraf maakt. En Marks Monicrew hier dan een makkelijke ronde kan pakken.